De officiële overhandiging van een serie boeken getiteld Beschermende Natuurgebieden van Suriname heeft vandaag plaats gehad in Jacana Amazon Wellness Resort. De unieke series boekjes over de 16 beschermde natuurgebieden van Suriname is uitgegeven in het kader van het gezamenlijk project Protected Areas in Suriname van Rosebel Gold Mines NV en Suriname Conservation Foundation SCF. Rosebel Gold Mines heeft zich als partner van het Green Partnership Program van de SCF gecommitteerd om bij te dragen aan de bescherming en het behoud van de Surinaamse natuur. Binnen dit programma heeft de publicatie van de vierdelige serieboeken Kustzone, Middellandschap, Binnenland Verborgen Schatten en Binnenland Bergen en Dalen plaatsgehad. Rosebel heeft de fondsen voor de uitvoering van dit project, te weten $30.000, beschikbaar gesteld. Volgens Sharmila Jatnanang Singh, manager Legal and Corporate Affairs van Rosebel, heeft de serie boeken als doel bij te dragen aan de kennis over de natuur en beschermende gebieden. Bekendheid geven dat de boeken er zijn in zowel de Nederlandse taal als de Engelse taal. Heel belangrijk. De boeken zijn beschikbaar. We zullen het ook ter beschikking stellen met name van de jeugd, maar ook natuurlijk het publiek, de toeristen die daar belangstelling voor hebben. En daarnet hebben we ook gesproken en we gaan kijken naar de mogelijkheid om het online, in ieder geval via de website van I Am Gold Rosebel, ter beschikking te mogen stellen. Maar wellicht dat er gewerkt kan worden in het algemeen, met name voor de toeristen. Ze moeten zien, ze moeten kunnen ervaren voordat ze naar Suriname vertrekken, hoe mooi het natuurgebied in Suriname is. En het is een prachtige boekenserie geworden. Gewoon top, top, top. De publicatie van de serie boeken ligt in handen van Bios Logos onder leiding van Gerald Pinas, die ook de schrijver is. Pinas richt zich vanaf 2009 op multimedia en educatieproducties over het milieu. Gebaseerd op een verlangen en een wens van 6 tot 7 jaar daarvoor. Ik heb het voorrecht gehad en ik heb nog steeds het voorrecht om in Suriname te reizen en te zien wat voor prachtige natuur we hebben. En ik ben in nagenoeg alle natuurreservaten en beschermde gebieden geweest, en zeker als uitvoerder van dit project. En toen ik een paar van die reizen had gemaakt, een aantal jaren geleden, ongeveer acht jaar geleden, dacht ik van, maar er is zo weinig zichtbaar van dit natuurschoon. En ik had het verlangen, en het verlangen is een paar jaar ingewilligd met de hulp en ondersteuning, eerst van SCF, die zei van, oh, we willen daaraan meewerken en die vonden een goede partner in de I Am Gold Rosebels. En samen hebben ze gezegd van Gerald, ga doen en breng in beeld wat voor Suriname wij zien in de beschermde gebieden. En met heel veel plezier en genoeg hebben we het geraakt. Gerald Pinas, schrijver van de serie boeken over de beschermende natuurgebieden van Suriname. Hij sprak vandaag bij de officiële overhandiging in het Jacana Amazon Wellness Resort.